NDP-parlementariër Ashwin Adhin vindt het niet in de haak dat de regering de toelage van het personeel op het kabinet van de president abrupt heeft stopgezet. Hierdoor zijn mensen van de ene op de andere dag in deze COVID-tijd ernstig gedupeerd. Dit geldt ook voor de diverse commissies. Adhin zei op de assembleevergadering van maandag dat mensen zich veel langer inzetten dan de reguliere werktijd. Indien er overuren betaald moesten worden, zou het veel meer geld kosten. President Chan Santoki gaf echter aan dat het om duizenden mensen gaat. Door de toelage van 50% in te trekken, wordt op maandbasis 2,5 miljoen SRD bespaard. Als het gaat om... Ik wil geen spelbreker zijn, want u was echt op dreef voor het politiek deel van uw betoog. Koebel zou zeggen, beticht de mensen waar u zelf verantwoordelijk voor bent. En dat is politiek spelen met wat technische feiten. En dat vind ik wel jammer. Want u weet beter, denk ik, dan ons. U weet precies dat er technische zaken spelen. De 50% kabinetstoelage die u noemt, is een vervanging geweest voor de overuren die de mensen maakten. En u weet, als de overuren opliepen, werd het tweemaal het loon. 120%, 100 tot 120%. En dat heeft men toen vervangen door die 50%. En als u dat weghaalt, is de vraag nu, als wij toen een hardwerkende president hadden, want hij maakte overuren, en de mensen konden de overuren declareren, en u bent ook een hardwerkende president, hoe we dat horen, u gaat ook mensen nodig hebben. De vraag is aan u, als u deze mensen in de overuren toelaat, via de voorzitter, als de president deze mensen de uren toelaat, zijn we benieuwd of dat minder zal worden dan die 50%. En dat is toentertijd al uitgerekend en dat is niet zo. De president benadrukt dat het beheersen van de coronapandemie, de aanpak van de financiële crisis en de armoedebestrijding prioriteiten zijn van de regering. Hij zal het niet toelaten dat duizenden mensen die niet werken profiteren van staatsmiddelen. Ja, als er slachtoffers zijn, kwetsbare groepen van die 50%. We gaan met hen praten. Maar duizenden mensen, voorzitter, die thuis zitten. Duizenden mensen die thuis zitten. En toelagen krijgen. En 2, 3 telefoons van de staat hebben. En gratis bellen naar links en rechts. Dat kunnen we toch niet accepteren? Voorzitter. We gaan bezuinigen. We gaan ook aangeven. Namelijk hoe onze crisisbeheersing eruit ziet. We hebben gelukkig een financieel-economisch crisisteam binnen de regering. Dat concreet gaat aangeven hoe dat pakket van maatregelen eruit ziet, waarmee we in goed overleg zijn met de vakbonden en het bedrijfsleven. We hebben maar eentje eruit gelegd, government take, omdat we die salarissen niet konden betalen, voorzitter. Daarop kom ik terug. Dan gaat u zien hoeveel extra druk op personeelskosten rust door aantrekken van zoveel duizenden mensen last minute. President Chan Santoki gisteren op de assembleevergadering. Hij zei dat meer dan 1000 personen een kabinetstoelage van 50% kregen zonder dat ze werk verrichten.